Jamie Vaas, Koen Pieter van Dijk, voorheen bekend als Kardashian, en Estelle Cruijff waren lange tijd hechte vrienden, maar recentelijk lijkt hun vriendschap bekoeld te zijn. Jamie geeft nu in een interview met Shonews opheldering over de situatie. Eerder werd Estelle al gevraagd naar de vermeende oneenigheid, maar zij gaf geen duidelijk antwoord. Jamie daarentegen vertelt openhartig dat ze afstand heeft genomen van Koen. Daar heb ik verschillende redenen voor. Ik denk dat het even beter is zo. Vanaf een afstandje zie ik dat hij het heel goed doet, en dat vind ik alleen maar goed voor hem. Ik ben blij voor hem. Jamie gaat ook dieper in op de reden achter haar beslissing. Ik denk dat als je op een gegeven moment teleurgesteld wordt, of dat nou in een relatie is of een vriendschappelijke relatie, je daar grenzen in moet aangeven. Dat heb ik geleerd. Voor mij was het door bepaalde acties die zijn ondernomen door Koen op vriendschapsgebied. Ik heb gezegd: Dat accepteer ik niet, dan trek ik mijn handen ervan af. Tussen haar en Estelle is er geen sprake van problemen. Het heeft niks te maken met Estelle, want die is nog steeds mijn lieve vriendin. Die heeft dat gelukkig niet gedaan, dus die staat nog dicht naast me. Jamie benadrukt dat ze op dit moment iedereen het beste gunt, inclusief haar ex-vriend Lil Kleine. We gaan goed met elkaar om.